Oké, welkom weer. Ik ben Jack van Shakers and Shooters. Vandaag ga ik voor jullie een heerlijke tropische cocktail maken uit de jaren 80. Het is de Pina Colada. Ja, zie hem al staan. Er zit ananas in, kokos, rum. Gaan we maken in een bostonglas. Daarbij gaat ananassap, 100 cc. Zo. Om het een beetje romig te maken, doen we er slagroom bij. 30 cc. Om het die heerlijke kokosmaak te geven, doen we er rum in. Ik gebruik Malibu voor de kokosmaak. 50 cc. Dit zijn alle ingrediënten. We gaan hem shaken, dus we doen er ijs in. Pakken we shake het in. Dan gaan we goed shaken. En als je aan de buitenkant ziet dat er een laagje water op komt, condens, dan is hij goed koud. Goed, echte pina colada gaat natuurlijk in een hurricane glas. Pakken we een strainer. Dan gaan we het er allemaal in gieten. Kijk. Tot de laatste druppel. Deze garneren we met drie stukjes ananasblad. Een stukje ananas aan de zijkant. En net tussenin stoppen we het rietje. Oké, pina colada. Geniet ervan!